Hallo allemaal en welkom alweer bij deze tweede aflevering van mijn nieuwe style YouTube kanaal. Vorige week vrijdag was de eerste aflevering en jullie hebben echt massaal superleuk gereageerd. Hij is goed bekeken en ik ben er heel erg blij mee. Ik had echt niet kunnen dromen dat het na 11 maanden zo goed ontvangen zou worden. Ik heb al jullie reacties gelezen. Ik antwoord misschien niet op allemaal, maar ik lees altijd alles. Ja, echt super dankbaar, dus dankjewel. En vandaag dus alweer de tweede aflevering. Deze aflevering is hetzelfde idee als de vorige keer, alleen komen er natuurlijk weer andere dingen aan bod. Voordat we overgaan naar het stukje van mijn week, ik merkte dat er een aantal vragen waren over: ga je elke week maar 2 dagen vloggen? Is dat altijd hetzelfde? Nee, dat is niet altijd hetzelfde. Ik kies per week een aantal dagen uit die ik film en wat ik op die dagen doe, dat verschilt. De ene dag gaan we allerlei leuke dingen doen, dan werk ik thuis, dan ben ik met vrienden, de ene week film ik 4 dagen. Dan misschien 3, dan misschien 2. Het hangt er net een beetje van af wat ik leuk vind die week om te laten zien. En zo ook deze week. Ik had een vrij rustige week. Ik heb voor vorige week best wel een aantal dingen aan de kant moeten zetten. Omdat natuurlijk het kanaal weer live ging. Dat nam aardig wat tijd en energie in beslag. En daarom liep ik nu achter met wat werk wat ik deze week absoluut in moest halen. Om niet nog verder achterop te raken. Maar dat zul je zo zien. Samen met natuurlijk ook weer de USA update die ik vorige week ook had. Want ook deze week heb ik weer nieuws wat betreft Amerika. En als laatste ga ik deze week de video afsluiten. Op een bijzondere manier, want het is namelijk zover. Ik heb mijn vriend zover gekregen om samen met mij een stukje op te nemen. En dat is best wel bijzonder, want hij is verder nog nooit op beeld geweest. Dus ja, dat ga je aan het eind van deze video zien. Ik zal er niet een al te langdradig verhaal van maken. Ik zeg, we gaan gewoon lekker beginnen. Veel plezier met kijken. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Zo, welkom bij een nieuwe week. Ik loop bij het Mastbos in de buurt. Dat is in Breda. Ik woon in het Ginneken namelijk in Breda. En het is vandaag echt super lekker weer. En de hele week is het al crap, Netflix-achtig, binnen zit weer. En nu dacht ik, ja, ik moet even naar buiten. Want het voelt echt alsof ik al 3 dagen niet buiten ben geweest. Dat is zo praktisch zo. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik dus de hele tijd al heel raar aangekeken word. Maar dat is misschien omdat ik niet echt een buitenoutfit aan heb. Ja, ja, half. Het is een beetje een soort van Gooise vrouwen buitenachtig. Overigens echt mijn lievelingstype weer. Koud, maar wel met een zonnetje. Het leuke aan Breda vind ik dat het eigenlijk de gemoedelijkheid van een dorp heeft, maar wel de faciliteiten van een stad. Het is een beetje een win-win situatie. Je komt hier gewoon nog eens iemand tegen die je kent. En ik vind Amsterdam ook heel leuk, maar het gebeurt niet vaak dat je daar iemand tegenkomt die je kent. En ik ken hier niet veel mensen. En degene die ik ken, kom ik toch tegen. Brabantse gezelligheid noemen we dat. En wat ook heel chill is, is dat je zo in de binnenstad bent. Je pakt de fiets of je loopt. Het is van mijn huis letterlijk 20 minuten. Na 25 minuten lopen naar het centrum van de stad. Het is vandaag echt een druildag. Dus ik werk thuis. Mag ik daarnaast heel even bekennen dat ik al de hele dag zo bijloop. Werkelijk waar. Schitterend. Hier doe je het voor. Dat snap ik. Vaak loop ik er zo bij als ik thuis ben. Sterker nog, het is bijzonder dat ik nu een blouseje aan heb getrokken. Want normaal gesproken heb ik gewoon een sweater aan die ik onderuit de was heb getrokken. En het feit dat ik een pyjama broek aan heb. Nou, dat is niet zo heel gek. Want normaal gesproken is dat ook gewoon een joggingsbroek. Of soms is het trouwens een sportbroek. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dan denk ik, ah, ik doe mijn sportieve outfit aan. Dan zie ik er echt gewoon uit alsof ik nou een marathon ga rennen. Maar dan ben ik hier gewoon thuis in huis. Dan zit dat lekker. Maar omdat ik het dan aantrek, dan denk ik, als ik dit nu aan heb, dan ga ik er misschien vandaag ook nog echt gebruik van maken. Ken je dat? Dat je een hele nieuwe sportoutfit gaat aanschaffen, omdat je dan tegen jezelf zegt, ja, dan ga ik waarschijnlijk ook meer sporten. Dan ga ik echt dan, hè, dat motiveert. En dat is misschien ook zo, voor 2 keer. Daarnaast ben ik heel benieuwd hoe ik dat ga doen in Amerika straks. Ik wil daar toch wel wat meer gaan sporten deze keer. En over Amerika gesproken, ik heb uiteraard ook deze week weer een USA-update met nieuwtjes over mijn visumproces. Kijk even mee! You know we party hard. Saying, oh my lord. We're going through the night. No need to fuss and fight. Goed,
gisteren heb ik dus allerlei vragen in moeten vullen. Nou ja, allerlei gegevens over mijn ouders, historische gegevens, paspoortgegevens. Maar ook ongeveer een lijst van 40 vragen. Of ik mentaal en fysiek wel in orde ben, banden heb met terroristische organisaties. Of ik gehandeld heb in organen. What? Het is echt, je kan het zo gek niet bedenken of het stond erbij. En ik vind dat best wel een ding, want ik heb dan overal nee ingevuld. En als je dat invult, dan denk je, nou, je bent toch een debiel als je hier ook maar ergens ja neerzet. Maar ja, stel je voor dat je nou wel zoiets hebt meegemaakt, hè? Of dat je iets verkeerd hebt gedaan in je leven en je zet ergens ja neer. Krijg je dan je visum? Ik vind dat, ik ben heel benieuwd hoe daarop beoordeeld wordt en wanneer je het wel of niet krijgt. Ik heb zojuist een post ontvangen van FedEx. Dat werd hier net aan de deur bezorgd. Zitten allerlei documenten in die mee moeten naar het consulaat op het moment dat ik mijn afspraak heb. Dit zijn van die documenten. Ik ben redelijk chaotisch. Deze moet je niet kwijtraken of door elkaar halen, want dan heb je dus echt een gigantisch probleem. Dit is bijvoorbeeld het DS-2019 formulier. Zo heet dat ook. Het DS-2019 form. Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status. Hier heb ik het Training Internship Placement Plan. En hier staan allerlei details over mijn stagebedrijf of mijn werkplek en zo. Staan hier in. Met 101.000 handtekeningen en dingen. En weet je, het is zo'n werk. Maar als ik dit dan dus zie en het staat hier echt op en alle details staan hierin, dan denk ik, oh jongens, we gaan gewoon weer. Ik realiseer me dan echt weer van, it's happening. It is happening again. En het duurt lang, maar als ik dit dan zo zie, dan denk ik, meid, dan heb je ook wat. Aan het begin van deze video had ik al gezegd dat er vandaag een speciale gast te zien zou zijn. Want deze lieve jongen bevindt zich normaal gesproken achter de camera of achter mijn telefoon. Hashtag Instagram husband. Maar vandaag een uitzondering. Nou ja, eigenlijk geen uitzondering. Vanaf nu gaat hij gewoon wat vaker te zien zijn in video's. Ja, laten we hem erbij halen. Ik zeg, meet the boyfriend. Oh, ik vind het zo gezellig dat je erbij bent. Ik ook. En Bob is er ook bij. Bob. Dit is Jaap. 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 En Jaap is 26 en Jaap is al 4 jaar lang mijn vriendje. Vind je het spannend? Ja, een beetje wel, ja. Het is gewoon gek. Dat is gek, hè? Jaap komt ook uit Breda en die woont hier ook en is heel vaak bij mij thuis of ik ben bij hem thuis. Ja. Je bent helemaal bij de adem nog. Ja, van het rennen. Gerend naar de camera. Ik wilde het zo graag vertellen. Vertel even, hoe hebben wij elkaar ontmoet? Nou, dankzij Veerle, die kennen jullie al. Ja, Veerle is vriendin van mij. Een van mijn beste vrienden had destijds een relatie met Veerle. Op haar verjaardagsfeestje 4 jaar geleden. Dan dacht ik, ja al. Dat was ook echt een soort van gepland. Dat was, ja. Veerle zei tegen mij, Claire, dit is Jaap, ja, dit is Claire, veel plezier. Nou, en daar is toch iets uitgekomen, dus dankjewel Veerle. Veel plezier hadden we zeker die avond. Oh ja. Nee. En toen gingen we een beetje daten en zo. Toen op 1 januari 2013? Nee, 1 januari 2014. Ja, nee. Want ja. In 2014 zijn we naar New York geweest. Oh, wat erg! Anders zouden we... Ja, nee, klopt. Schrijven. Ja, klopt. 1 januari 2014. Ik weet het nog goed. Het was oud en nieuw. Het was oud en nieuw. Hadden we een feestje bij mij. Vroeg ik of dat jij mijn vriendin wilde zijn. Ja. Dus, we hebben inmiddels 5 kinderen. 2 huizen, een Labrador en een Volvo. Nee. Nee hoor, we hebben nog geen kinderen. Nee, voorlopig ook nog even niet. Wil je die wel? Met jou? Nou. Ja. Ja? Ja, ik heb best kinderen. Nou, zullen we maar beginnen dan? En dat is dus al bijna 4 jaar geleden, want zometeen op 1 januari 2018 zijn wij 4 jaar bij elkaar. Laten we gewoon ook vooral het half jaar dat het uit was even niet meerekenen. Oké, een paar feitjes over Jaap. Jaap, wat is je lievelingskleur? Groen. Dat wist ik. En wat is je lievelingseten? Pizza. Met? Weet ik ze. Margarita eigenlijk. Oh, so basic, but good. Ja, pasta. Ah. Nou, gewoon Italiaanse keuken. Dat is gewoon de beste keuken in de wereld, vind ik. Zie je? En daarom is het een man naar mijn hart gewoon. Hoe zou jij mij als persoon omschrijven? Even genoeg over mij. Wat vind jij nou eigenlijk van mij? Ik wil dit heel graag op beeld hebben, want dan kan ik over 10 jaar weer kijken. En dan weet ik gewoon nog hoe ik toen was. Of hoe jij over mij dacht. Hoe ik jou omschrijf? Ja. Als een goud. Daar zo, aan de zijkant is een grote puinhoop. En dat ben jij een beetje. Je bent chaotisch. Je bent wel hardwerkend. En je bent heel lief. Ah. Je komt altijd zo met een kopje thee naar me toe. Ja, een kopje thee. Ik zou jou omschrijven als een hele lange, brede man. Super breed. Die weet wat hij wil in het leven. Heb je mijn spieren al gezien? Nou, met borsthaar en al. Nee, ik vind jou ontzettend lief. En je bent er altijd voor mij. En dit is een heel emotioneel moment. Moet ik even een heel zielig muziekje onder. Nee, ik vind jou heel lief. En je bent er altijd voor mij. En je staat altijd voor iedereen klaar. En je zet jezelf nooit op de eerste plek, maar altijd anderen op de eerste plek. En ja,
gewoon heel dankbaar dat ik jou in mijn leven heb. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, maar het is wel zo. Serious. I'm freaking serious, bro. Oké. Dus je hebt het al 4 jaar uitgehaald met mij. Ja. En ik met jou. Niet te begrijpen. Waar kun je jou s'nachts voor wakker maken? Cheese fries van Shake Shack. Nog een vraag aan jou. Wat is het beste cadeau wat ik jou heb gegeven? Oh ja, dit moet ik even vertellen. Dit is het liefste wat iemand ooit voor me heeft gedaan, serieus. Ik werd 21. Hij en mijn beste vriendin Justine hadden een surprise party georganiseerd. En je had die hele dag had je allerlei dingen ondernomen of bedacht die we zouden gaan doen. En toen was ik dus ziek. Tot kotsend toe. Die dag kon ik gewoon mezelf niet bewegen. Moesten we allerlei leuke dingen gaan doen. En ik dacht echt, oh, ik kon niks. Hij had allemaal chocolade, ontbijt en weet ik wat allemaal. We zouden s'avonds uit eten gaan. Ik heb heel die dag 1 tomaat gegeten. Omdat de rest bleef er gewoon niet in. En toen zouden we s'avonds nog even naar de stad gaan. Want hij zei, ja, zullen we alsjeblieft nog even 1 drankje in de stad doen? En ik dacht echt, nah. En toen zei ik tegen jou van, moet ik me opmaken? Toen zei je, ach, ik heb me leuk aangekleed. Doe jij ook even je best. Toen heb ik wat aangeschoten. Zijn we naar de stad gelopen. En toen kwamen we aan bij een cafeetje hier in Breda. Zeezicht. Toen liep ik naar binnen. En toen stond ineens mijn hele familie en mijn vrienden. En iedereen stond daar. En ik dacht echt, wat? Omdat ik het ook gewoon echt niet had verwacht. Je had het niet verwacht. We zouden toen al samen naar New York gaan. We hadden toen een week New York gepland als vakantie. En toen had jij mij als cadeautje, had je mij een helikoptervlucht boven New York gegeven. Ja. En had hij een heel mooi ding gemaakt. Ja, maquette gemaakt. Met heel New York gebouwd en zo. En dan met zo'n Bart Smit helikoptertje erbij. Zo van, we gaan samen in New York een helikoptervlucht doen. En dat vond ik zo lief. Het was echt zo cute. Ze is meteen weggegooid daarna, overigens. Helemaal niet. Ze is in de vuilnisbak beland. Het klinkt weer zo ondankbaar, dat is niet waar. Ja. Onze eerste vakantie was toch naar New York? Nee, onze eerste vakantie was in Italië. Dat was een ramp, die tellen we niet mee. Roadtrip Italië. Nou. Dat was echt een ramp, hè? Ja, dat was een ramp. En slecht weer. We hadden een tent. We gingen dus met een tent in de auto. Gingen we gewoon kijken waar we uitkwamen. Ging van alles mis. Ja. Och, ik weet nog dat we op een camping lagen. Eindelijk een supermooie camping gevonden. Lagen we daar in het tentje. S'nachts ging het keihard onweren. Echt maar echt keihard. Ja. Dat was echt de enige dag in mijn leven dat ik dacht, dit is de laatste dag voor mij op aarde. Zag zeg maar flits, bam! Bomen boven de tent, in de heuvels. Ik moet zeggen, het is niet prettig. Ik ben nog nooit zo wit geweest aan het einde van de vakantie. Nee, we hebben niet veel zon gezien. Nee. Oké, de relatiegeheimen. Hoe kan het dat wij al 4 jaar bij elkaar zijn? Ik denk dat mensen dat zich best wel afvragen. Ik denk dat het geheim van een goede relatie inhoudt dat je elkaar in de waarde laat. Avontuur beleeft zoals je dat zelf wilt. Los van elkaar dingen doen en samen dingen doen. En humor. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag, jij ook. Ja, het is genoeg geweest. Ik ga daarom de video afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, geef hem dan even je blauwe duimpje. Ja, goed. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Als je nog niet geabonneerd was, dan krijg je iedere week gratis een update. Zodra er weer een nieuwe video online staat. Ja, dan zie ik /we je heel graag volgende week weer. Doei! Doei! Zeg maar dag. Zeg maar dag met je handje. Dag lieve kinderen, tot ziens. Het was zo gezellig met jullie te kletsen. Ja toch? Het was echt zo zwaar gezellig. Ja. Ik ken jullie allemaal. Iedereen heeft een onvoldoende. Mm-hmm. Of toch niet?